gelukkig is Sven met de moppen, hè Sven? Ben ik klaar voor jou? Gelukkig. Ja, kom maar even erin, hè Sven. Theo! Weet je wel, mensen gaan mij dan uitdagen, hè? Dan gaan ze zeggen van, weet jullie Rob? Die durft dat toch niet, misschien durf jij dat. En jij durft dat allemaal. En ik durf alles. Waar mop bij kwam. Ik ga nu een provincie tegen hem in het hart als jager. Theo! Nee, dat kan. Is DJ Sweb. Hoe is de Friese taal ontstaan? Nou? Door een Groninger met een hazenlip. Nou, dat zijn twee provincies, kan je wel doen. Ja, Groningen en Friesland, hè? Dames en heren, ik doe het louter drijfezo's in het zuiden van het land. Ja, DJ Sven. Gek, hè? Op een goede morgen doet de pastoor de deur van zijn kerk open en daar ligt een dode ezel. Hé, dat is niet. Dat is al raar. Ja. Dus hij weet niet wat hij moet doen, dus hij belt de burgemeester. Ja. De burgemeester zegt, lost u zelf lekker uw probleem op. Die burgemeester vindt die pastoor toch al een eikel. Dat gaat dan niet zo heel erg lekker. Per slot van rekening is het uw taak om de doden te begraven, zegt de burgemeester. Zit het hier? Ja, zegt hij, daarom bel ik u juist op, zegt die pastoor. U ook niet van de hele. Want daarom bel ik u juist op. Hoppa, zo praten ze. Want volgens het sacrament moet ik eerst de familie raadplegen. Ja, ik heb hem hoor, ja. Dat was een tweeluikje. Een pas getrouwd bruidspaar betrekt de bruidssuite. Die hebben dat feest achter de rug. Van Jeppenstein. Stoom uit de oren. Maar voordat dat boel gebeurt, zegt die gozer, hier, zegt hij tegen die bruid, trek jij nou mijn broek eens aan. Zij kijkt hem aan, ze denkt, wat is dit nou voor gezeik? Ze probeert die broek aan, maar ja, die blijft natuurlijk van geen kant te hangen. Ze zegt, zie je nou, die broek die past mij helemaal niet. Hij zegt, let goed op. Hij zegt, ik hoop dat je dit onthoudt, dat ik in dit huishouden de broek aan heb. He? Dat je dat even weet. Ja, dat wil ik even vooropstellen voordat we dit allemaal verder gaan. Vast geregeld, ja. Zegt zij, dan wil ik nu graag dat jij mijn slipje even past. Hij kijkt eraan en denkt, wat is dat nou voor gedoe? Dus hij pakt dat slipje en hij probeert het aan te wurmen. Hij komt natuurlijk halverwege zijn dij, zit het dan vast. Ja. Hij zegt, ik kom helemaal niet in je slipje, zegt hij. Zegt zij, juist. En als jouw houding niet verandert, blijft dat ook zo. Er zitten twee luizen in de kroeg. Twee luizen in de kroeg. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat is bijzonder. Je ziet het voor. Je ziet het bijzonder moment. Die zitten in de kroeg. Ja. Die ene zit de hele tijd te trillen van de kou. Zegt die andere, waarom heb jij het zo koud? Hij zegt, ik heb de hele nacht in de snor van de motorrijder gezeten. Oh ja. In de snor. Hij zegt, ja, met dit weer is dat natuurlijk koud. Ja, natuurlijk, ja. Zegt die andere, weet je, dat doe je ook helemaal verkeerd, pik. Hij zegt, wat jij moet doen, je moet naar de dameswc gaan. Ga je op de bril zitten. Ja. En dan wacht je tot je daar een fijne bos straatgewas ziet landen. Het wordt een beetje moeilijk in deze tijden tegenwoordig. Dan spring je daarin. Hij zegt, je zult zien, nooit meer koud. Prima. Lekker hoor. Dat ga ik doen, zegt die luis. Dus die drinkt zijn biertje op en die gaat naar de dameswc. De volgende dag zitten ze weer aan de bar met z'n tweeën. Ja? Zit die ene weer te rillen van de kou. Hij zegt, wat heb ik nou gezegd, dom hoor? Je moet gewoon... Hij zegt, maar dat heb ik gedaan. Hij zegt, ik sprong in die bozaar. Hij zegt, lekker warm, ben in slaap gevallen. Word ik vanmorgen wakker weer in de snor van die motorrijder. In die zomer. Er komt een negerin, zeg maar, een donker getinte medemens. Ja, een medemens, vrouw. Die komt bij de dokter met een probleempje met het middelwerk. De dokter zegt, ga maar even liggen in de beugels. Ja. Dus die ligt daar en ze spreidt de benen. Hij kijkt en hij begint me toch te lachen. Te lachen? Nou, die vrouw voelt zich al een beetje ongemakkelijk natuurlijk. Ja, waarom lacht hij stil? Hij zegt, wacht maar een momentje, ik haal even mijn collega's erbij. Dus die gaat er nog een paar bij halen, die komt steeds terug. En iedereen lacht zich helemaal gek. Ja. Toen zegt die mevrouw, zeg maar, dokter, wat is er nou precies aan de hand? Hij zegt, nou, het zit namelijk zo. Hij zegt, de directeur van het ziekenhuis, hij zegt, die heeft een zwarte Mercedes besteld met rode bekleding. Maar we hebben even gekeken, maar het ziet er echt niet uit. Nou, en je hebt dus nu Friesland tegen je. En gewoon niet allemaal cabaret, vrienden. Het is allemaal cabaret. We gaan even nog iets anders. We gaan even naar Limburg. Theo! Een Marokkaanse... Een Marokkaanse voetballer uit Limburg. Ja. Nou. Ibrahim Applefly. Ik heb er eentje. Ik heb er nog eentje. Ja, leuk. Een blondje, genaamd Anna. Anna. Die heeft iets verschrikkelijks meegemaakt. Oh. Ze had het een dagje niet meer zo zitten en ze had het een beetje moeilijk in de leven. Ze dacht, weet je wat, ik ga paardrijden. Oh. Dus ze was gaan paardrijden. Ja. Maar dat paard begon ineens onverwachts te bokken en te springen. Okay. En ze werd van links naar rechts gegooid. Met de kop naar voren en naar achteren. Ze kon er maar net op blijven zitten. En op een gegeven moment valt ze eraf. Uh-huh. Maar ze blijft met de voet in de stijgbeugel. Oh mijn god. Dus ze klettert met de kop over de straat en heen en weer. En een gebonk. En vlak voordat ze haar bewustzijn verloor en het helemaal niet meer zag zitten. En dacht, nu ben ik er geweest. Toen kwam de manager van de blokken naar buiten en die trok de stekker eruit.
is een schuld in het licht aan de drank. Tussen 4 en 7 een bak vol ellende. We worden dus knetter van allen. Ja, zing maar mee, hè. Ja, we